Magadi, het wordt hier makkelijk 40 graden. Het stadje is eigendom van de Soda Company en ligt aan een groot zoutmeer. Hier staat de grootste sodafabriek van Afrika, midden in Maasai-gebied. In de vlaktes rond het meer hoeden de Maasai de geiten, gaan ze naar school en hebben ze hun tijdelijke woning gebouwd. Hier, in de heuvels rond Magadi, raken twee werelden elkaar. We zijn hier om Il Paracquo te bezoeken, een school op 5 kilometer van Magadi. Hier zitten leerlingen van 6 tot 14 jaar. Soms zit er nog een 18-jarige in het laatste jaar van de lagere school. Aan alles zie je dat er geldgebrek is. De bankjes zijn een gift uit Nederland. Er staat een computer in de kast, maar die heeft hier geen zin. Te weinig stroom en toch geen internet. De directeur en zijn team doen hun uiterste best. In en rond de school zijn Maasai-vrouwen aan het koken. We worden behandeld als hoogbezoek. Die middag eten we geweldig geitenvlees. De leerlingen krijgen wat alle leerlingen in heel Kenia elke middag krijgen. Een voedzame maaltijd van bonen en peulvruchten, verspreid door het ministerie van Onderwijs. Rond de school zoeken geiten naar wat fris groen. We wandelen met de Maasai naar de tuin van de school. VVOB gaf de school wat middelen om geneeskrachtige planten te kweken. De bladen van deze plant zorgen ervoor dat de melk langer houdbaar blijft. Maar de planten vechten tegen de hitte. De runderen die vorig jaar aangekocht werden voor de Maasai zijn ook door de droogte gestorven. Alleen de geiten doen het prima. De kudde hoort bij de school, maar enkele oudere hoeders brengen ze elke dag door de savanne. Ons bezoek is voor hen ook een vreemde ervaring. Vandaag bezoeken de laatstejaars van de school de Magadi Soda Company. Het troost ons dat zwarte jongeren tijdens de stevige tocht even hard zweten als wij. De leerlingen lachen en dollen. Het landschap is indrukwekkend mooi, zelfs met de zware industrie. De fabriek schraapt hier de mineralen uit het opgedroogde meer en maakt er soda van. Over de hele wereld is deze soda een van de grondstoffen voor onze zeep, ons glas, onze frisdranken. Hier werken lijkt de hel. Een van de vaders van de leerlingen moet regelmatig met een pneumatische hamer in twee metalen buizen van 40 meter lang en 2 meter breed de asresten wegboren. Het is er bloedheet. Helaas mag er geen camera in de fabriek. Maar doordat alles met witgrijze as bedekt is, ziet het er tegelijkertijd sprookjesachtig en griezelig uit. In volgepakte busjes rijden we naar een uithoek van Lake Magadi. In een tijdschrift staat een kleurwedstrijd van de Kerstman, surrealistisch. De rit van 10 kilometer duurt een uur. De auto rijdt zich vast op een steile helling. Voor de leerlingen is dit de jaarlijkse uitstap naar de Hot Springs, plassen waar het water met een temperatuur tussen de 65 en 80 graden uit de bodem opborrelt. De jongens zitten meteen in het water en poseren voor de foto's. Wanneer we vragen of ze even tot hun schouders in het water kunnen gaan, weten we nog niet hoe heet het is. Na 20 seconden springen ze puffend en halfgaar uit de plassen. De terugrit is het enige moment dat we wilde dieren zien in Kenia. Enkele zebras grazen en honderden flamingo's staan te balanceren in het meer. Meer safari dan dit wordt het niet.
Wanneer de school gedaan is om 4 uur, zijn er nog activiteiten voor alle leerlingen. Ze sporten, maken muziek of dansen. Vandaag zullen ze in de traditionele Maasai-kledij dansen en zingen. 1/3 van de leerlingen oefent zo voor een nationale wedstrijd, de anderen kijken mee. Het is ongelooflijk ontroerend. Knap dat ze zo trots zijn over hun eigen cultuur. Elke zin, elke beweging, elk sieraad van deze groep wortelt in de traditie van hun ouders en grootouders. S'avonds wandelen we naar de hutjes waar de Maasai leven. Een van de jongens stelt ons 1000 vragen. Hoeveel geiten heb ik thuis? Wat is de belangrijkste grondstof van België? En zijn we echt met het vliegtuig gekomen? Kan je mij zien daarboven, als ik van op de grond naar een vliegtuig wuif? Ik moet hem vaak ontgoochelen, maar zijn nieuwsgierigheid is geweldig. David, een gast van 13 jaar, die we tot aan zijn thuis gevolgd hebben, gaat meteen zijn schooluniform wisselen voor een t-shirt en gaat een geit melken om wat te drinken. Zijn ouders en grootouders overladen ons met kralen en armbandjes. We hebben ons nog nooit zo welkom gevoeld. Yeah.